We helaas voor de zoveelste keer een treffen waarnemen tussen het machtige Israël en het zwakke Gaza wat betreft inderdaad de bewapening. En ook nu zullen we zien dat Israël alle ruimte krijgt van alle hypocrieten in de wereld. Om te beginnen met Obama. Obama, Merkel, de Europese Unie en natuurlijk onze kleine schoothondjes van de Timmermannen en de Rutten van eigenlijk Netanyahu. En ook dan, helaas, zullen wij moeten zien dat er bloed gaat vloeien. Dat er veel Palestijnen eigenlijk in de ziekenhuizen terechtkomen, et cetera, et cetera. De zoveelste versie van een continu film, een horrorfilm in eigenlijk Palestina. En het komt door de confrontatie tussen twee machten. De macht van de wapens, Israël, en de macht van het recht. Want de Palestijnen zijn sterker dan Israël op de lange termijn. En Israël zal Gaza 1 en Gaza 2 en Gaza 3 en Gaza 4 winnen, et cetera. Uiteindelijk zal Israël op de knie gekregen worden. Uiteindelijk zal Israël met de staart tussen de benen wegwezen. Wegwezen uit het gekoloniseerde Palestijns gebied. Want als de wapens hielpen, dan was toch de machtige Amerika in Vietnam gebleven. Als de wapens hielpen, dan was toch het apartheidsregime eigenlijk in Zuid-Afrika de baas gebleven. En als de wapens hielpen, dan was toch machtige Frankrijk in Algerije gebleven. Maar dankzij het verzet van de dappere bevolkingen in alle delen van de wereld, dankzij de Palestijnse bevolking, dankzij het dapper Palestijnse volk, zal ook Israël, en onthoud mij bescheiden worden, zal ook Israël niet morgen, en waarschijnlijk ook niet overmorgen, maar uiteindelijk eigenlijk op de knie gaan. Op de knie gaan. Maar beste vrienden en vriendinnen, ik wil graag één ding markeren. Zelfs eigenlijk het brute geweld tegen de Palestijnen van de kant van Israël, het ontmenselijken van de Palestijnen door de westerse media natuurlijk, mag ons niet ertoe brengen om onze Joodse broeders en zusters te haten. Wij zijn niet vol van haat. Wij zijn vol van vrede en vrijheid en liefde. Israël! Israël! Want ook binnen Israël, maar ook daarbuiten, zoals Jaap Hamburger zo net, zijn er talloze Joodse mensen die eigenlijk inzien dat de afgang van Israël wordt gedicteerd door hun wapensloop en hun militaire treffen en macht van dit moment. En de ware vrienden van Israël, de ware vrienden van de Joodse bevolking in Israël, dat zijn juist al deze kritische Joden die inzien dat eindelijk alleen recht zal overwinnen. Uiteindelijk zal alleen de vrijheid van de Palestijnse bevolking overwinnen. En uiteindelijk zullen wij ook moeten constateren dat helaas de meerderheid in het begin dom gehouden wordt door de media, maar dat er gelukkig altijd minderheden beginnen met het eigenlijk zien van het licht. En uiteindelijk zal deze minderheid de overhand houden. Beste vrienden, laatste punt, dat is een oproep aan de PvdA-leden. De oproep aan de PvdA-leden om het voorbeeld van de VVD over te nemen. De VVD'ers hebben om een centenkwestie
hun leider Rutte op de knie gekregen om hun centen eigenlijk te herstellen. En wij hebben niet te maken met centenkwestie, maar met een principe. Principe van democratie en gerechtigheid. En Timmermans de Lafart heeft eigenlijk als Kamerlid moties ingediend om juist Palestina te helpen aan het verhogen van haar status als waarnemer. Slechts als waarnemer, niet eens als lid. En nu zien wij, nu eenmaal hij op de plussen is, dan vergeet hij zijn principes. En nog erger nog, dan laat hij eigenlijk de Palestijnen vallen. Als ik PvdA'er zou zijn, zou ik nu eigenlijk een opstand beginnen binnen de PvdA om Timmermans weg te krijgen, op de knie te krijgen. Uiteindelijk zal Palestina vrij komen. Uiteindelijk zal Palestina vrij komen. Leef de Palestijnse strijd. Hun strijd is onze strijd. Hun strijd is onze strijd. Ik dank u wel.